Normaal gesproken mogen opa's en oma's de gast zijn bij de eindmusical van groep 8. Dit jaar is alles anders, dus besloten de leerlingen van de dijk zelf naar de oudere inwoners van de buurt te gaan. Buiten bij de golfstroom werden de bewoners getrakteerd op de musicalliedjes van 2020. Hoe vonden jullie het om voor de ouderen te zingen vandaag? Geweldig. En dan om die mensen zo blij te zien, ik vind het geweldig. Ja, ze zitten ook in quarantaine natuurlijk, kunnen nergens heen. En dan is het wel leuk om iets nog voor ze te doen. Ja. En wat gaat er hierna nog gebeuren met de musical? Ja, wij hebben het nu opgenomen en vrijdag hebben wij een afscheidsfeest op school. En daar wordt het, daar komt eigenlijk de première als het ware en daar gaan we dus kijken. Daarna wordt hij via de mail verzonden naar onze ouders en naar ons. En dan kunnen we hem thuis ook nog kijken. Vinden jullie het spannend om hem te zien? Nee, niet echt. Ik heb er heel veel zin in. Oh. Alleen als het een beetje awkward wordt, op sommige momentjes heb je een beetje rare momentjes, verliefd bijvoorbeeld, en dan lijkt het alsof het ook echt zo is, maar gewoon die momenten, dat zijn misschien wel voor sommige kinderen. Wat vond u ervan dat de kinderen kwamen optreden? Ja, heel leuk. Ja, heeft u genoten? Ja, daar heb ik van genoten, zeker weten. Komen er vaker dit soort dingen langs? Nee, maar niet met de kinderen. Dat wist je niet voor het eerst. Dat is wel wat anders natuurlijk. Ja, anders heb je aan hetzelfde. Dat hoeft ook niet.